Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En zoals jullie kunnen horen is Nessim weer thuis. Nessim is weer thuis! Oh joh, je bent echt... Nessim is weer thuis! Hij is echt zo stront irritant. Wat ik nog wel meldde, ik heb vannacht dus voor het eerst wel weer goed geslapen. Dus daar ben ik echt super blij om. Ik ga jullie even nu mijn outfit laten zien. Want ik heb dus een jurkje aan van LA Sisters. Hier. Kijk. Echt super cute. Ik heb hieronder dus deze enkel laarzen aan. En die heb ik eigenlijk best wel lang, zeg maar. Maar op een gegeven moment pasten ze niet meer om mijn bovenbenen in, zeg maar. Ik kreeg ze gewoon niet meer aan omdat ik zo erg was aangekomen. En toen ging ik vandaag maar even uitproberen of ik ze wel weer pas. En ik pas ze weer. Ik ben echt super blij. Want dan zit ze, zeg maar, hier. Even kijken of jullie het kunnen zien. Hier is er dus een elastiekje. En die zit echt heel erg strak om je been heen. En toen ik ze had aangedaan, toen ik was aangekomen, was echt... Ja, dat was echt geen pretje om mee te lopen. Dus had ik ze gewoon gelijk uitgedaan. Dus ik ben echt weer blij dat ik mijn oude dingen gewoon weer pas. Ik ben echt happy. Jullie gaan echt nog... heel veel van dit soort dingen, zeg maar, horen. Maar ik moet het gewoon ergens kwijt. Vandaag trouwens het pakketje gekregen van Starskin. En ik ben er echt zo blij mee. Ik heb dus zo'n beker gekregen voor mijn thee en mijn koffie. En ik heb er chocolademelk bij gekregen. Echt cute. Maar nu heb ik echt de spijt dat ik mijn Starbucks beker heb gekocht. Terwijl ik gewoon zo'n heel mooi bekertje heb gekregen. Maar goed, nu heb ik er twee. Verder heb ik ook maskertjes gekregen. En die ga ik denk ik even vanavond voor het eerst uitproberen. Want ik heb ze echt nog nooit uitgeprobeerd. Ik heb er nog twee in de kast zitten. Maar ik ben hier dus echt benieuwd naar. Nessim is echt zo nep, jongens. Hij had net nog een jogging aan. En toen zag hij dus dat ik een jurkje aan had. Kijk, ik heb het opeens aan gedaan. Laat maar zien je outfit. Kom. Nou, dat was niet zo bijzonder. Nu geef je mensen een soort van... Nee, je had net nog een jogging aan. Dat is toch een verschil? Kijk wat hij opeens aan heeft. Ga je opeens met je met mij? Hij komt eraan en hij zegt... Ja, dit is mijn lieve. Mag ik een vraag stellen? Ja. Ik wil even een vraag stellen aan jou. Ja. Mag ik ook mijn hoofd een keer in beeld? Ja, maar dan moet jij het vasthouden, want ik ben gewoon niet zo lang. Oké, ik ga wel in de verte staan. Ik heb een vraag voor de mannelijke... Volgens mij kijken er bijna geen mannen naar mij. Weet ik, maar voor de mannen van de vrouwelijke kijkers. Ja. Er zijn waarschijnlijk ook getrouwde stellen of wat dan ook. Zit jullie vrouw ook altijd in jullie tepels te glijden? Ik snap het niet. Laat me nou eens een keer met rust. Mannen. Was dat je vraag? Sta op. Was dat je vraag? Goals. Ik snap echt niet hoe mensen naar buiten kunnen gaan zonder jas. Ik ga helemaal dood van de kou. En ik zou net zelf geen jas aan doen. In de auto met Nessim. Dat is lang geleden. Ik heb jou echt gemist. Nessim is echt 3 dagen gewoon afwezig geweest thuis. Ik vond het echt zo saai. Be working, bruv. Maar ik ga nu vandaag weer lekker op pad met Nessim. Ik ga lekker weer op avontuur met Nessim. Laat ze iemand in de comments van... Ja, altijd als jullie iets gaan doen, dan noemen jullie het op avontuur gaan. Terwijl jullie gewoon pas gaan ophalen of zo. Avontuurtje hoor. Wij gaan nu richting Amsterdam. Want Nessim gaat deze auto weer even inrijden voor een andere auto. Is maar voor 3 dagen. Is maar voor 3 dagen. En jullie gaan denk ik nog wel zien hoe, wat, waar en waarom. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Maar het wordt echt heel erg tof. Dus welk kanaal moeten we in de gaten houden? Jouw kanaal super, of Supergaan? Het is voor Supergaan. Maar het is echt heel erg tof. Toen Nessim het mij vertelde, moest ik echt gewoon super hard lachen. Het is echt een heel tof idee, maar ik kan er weinig over zeggen. Waarschijnlijk, als jullie deze vlog zien, is het al online. En zal ik hieronder ook gewoon even een link zetten met de video wat ik... Dan weet ik niet of het online is. Niet? Misschien. Maar dan kan ik deze vlog ook niet online. Ja, dat wel. Dat is niet erg. Oké. Oh, maar dan is het al gebeurd, zeg maar. Ja, aha. Nee, oké, als die online is, dan zet ik hier wel een link onder. En anders zien jullie het nog wel verschijnen. Maar het wordt echt een top video. Ja. Wij zijn aangekomen op de bestemming. En we gaan onze nieuwe auto voor 3 dagen ophalen. Wat zeg je nou? Ik heb altijd wel wat te zeuren, jij, hè? Altijd verstoor je alles op de achtergrond. Nou, Nessim kreeg dit busje mee. Inmiddels zitten we in de bus. Dus je moet even kijken hoe die allemaal... Hoe het allemaal werkt. Oh, we stappen echt super hoog gewoon. Het zit echt zo anders, hè, zo'n bus.
Nessie moest even bellen, maar het zit echt zo anders in een bus. Je zit echt gewoon veel hoger en je kijkt echt zeg maar in de auto's gewoon van anderen. Terwijl zij niet meer in je auto kunnen kijken. Dat vind ik echt best wel een chill idee. Leuk, Nes? Leuk! Nu gaan we even lekker eten. We hebben wel heel vaak in busjes gezeten dit jaar. Weet je hoe chill ik het eigenlijk vind om in een busje te zitten? Ja, even in busje. Het is gewoon super. Weet je wat Nessie mij vroeg voordat wij weggingen? Ja, vandaag moet ik wel een bus ophalen. Vind je dat erg? Als ik echt zo'n high class bitch ben die zegt van, nou ja, omdat je dan in een busje rijdt, ga ik niet meer. Dat is toch, ik vind het toch best wel chill. Daarom, you are the best. Nee, maar we gaan even een lekkere plekje zoeken om te eten. Wordt waarschijnlijk Laplace. Nee, maar alsjeblieft, ik heb geen zin meer. Ja, maar zoek dan een plek, hè. Ik heb er geen zin. Een keer raden waar wij zijn beland. Ja. Meramos door Bambamping. Ik heb besteld thee, spa blauw. Ik ga even andere mensen niet filmen, vind ik zo fijn. En een Caesar salad zonder mais en wortel. En wat heb jij besteld, Nessie? Broodje kip en soep. Lekker hoor, Nessie. Nee, ik mag geen linzensoep. Lekker hoor. Heb je al citroen erin gedaan? Ja. Oké. Allah. Was de Caesar salad niet goed voor jou? Huh? Huh? Are you eating kofta? Ja. Lekker hoor. Vind deze wel lekker? Goed zo, meer. Ondertussen, enjoying the view, yes. Look at the bird, yes. Yes, yes. Jongens, wij hebben gegeten. Nessie was zijn parkmobiel vergeten aan te doen. Dus hij kwam er opeens achter, toen ging heel snel weg. In ieder geval, ik ben echt misselijk. Ik kan sowieso niet zo veel eten meer. Dus dat is wel iets goeds. Maar ik had dus een Caesar salad besteld. En toen kreeg ik dus een salade. Zonder Caesar dressing, maar met een heel andere dressing die ik niet lust. En toen moest ze huilen. En toen was ik daar best wel boos om. En toen zei ik van ja, mag ik alsjeblieft een Caesar salade met een Caesar dressing. Toen hadden ze dus mijn salade gepakt en hadden ze daar bovenop nog de Caesar dressing gedaan. Dus ik had twee dressingen in salade en mijn salade was gewoon echt helemaal zo vies nat, weet en je wel. En toen moest ze huilen. Nou, ik was echt verdrietig. Ik heb echt zo naar Nessie. Nessie moest heel het lachen. Nessie zei, ik heb nog nooit iemand zo emotioneel gezien om eten. Maar het zit bij mij echt gewoon heel diep, weet je wel. Dus ik zat echt zo met mijn salade in. Toen dacht ik, oké, dat wordt hem echt niet. Want ik word gewoon heel snel misselijk. En toen zei ik tegen Oko dat ik mijn salade niet meer hoef. En toen zei Nessie van, wil je nog wat bestellen? Ik zeg, nee, ik hoef echt niet meer. Want ja, ik had gewoon opeens nergens meer zin in of zo. En toen ging Nessie dus een bestelling voor mij doen. Dan had ik uiteindelijk kufter gegeten. Nou, ik denk wel aan jou. Dat was mijn verhaal, maar jij vond het vrij heftig, hè? Ik vond dat jij vrij heftig reageerde, ja. Waarom dan? Ja, ik vind het gewoon dat je heel gepassioneerd bent over eten. En dat je daarom heel emotioneel wordt. Ik was echt... Nessie, kijk echt zo naar mij? Nessie, ik ga echt huilen. Nessie, niet lachen, ik ga echt huilen. Nessie was me aan het uitlachen. Ik moet echt hard lachen. Maar ik was echt gewoon teleurgesteld. En ik zit tegen hem, stop met lachen, want ik ga echt huilen. Ik ga echt huilen, Nes. Oh, jongen. Nou ja, dat was mijn ervaring. Leuk, hè, die avontuur van ons. Zo gezellig. Wat gaan wij nu doen? Hij gaat naar huis. Yes. Ik moet trouwens wel echt naar huis, want ik moet nog editen voor de vlog van vanavond. Anders kan die niet online. Over 3 uur komt die online. Ja, oeps. Nee, die moet ik heel snel vloggen. Heel snel editen. Wij zijn net thuis. Ik moet even snel de kat een beetje eten geven. Ik ga ze ook nog een beetje melk geven. En daarna moet ik echt even alles opruimen, een beetje schoonmaken. Dit is het leven dat je hebt als je katten hebt. Mijn planten overleven het gewoon niet. Ziet er toch helemaal niet uit. Even LA's is dat trouwens echt super fijn. Ik heb er helemaal geen last van gehad gedurende de dag. Ik heb trouwens een maat M. En ik heb wel hiervoor. Toen ik echt rond de 65 nog woog. Toen vond ik hem niet zo fijn zitten bij mijn armen en zo. Dus daar moet je wel echt rekening mee houden. Maar nu heb ik een maat M en hij is echt prima. Zo. Lekker kaarsjes aan overal. Ik heb net een keto smoothie gemaakt. En ik ben echt benieuwd of Nessie het lekker gaat vinden. Volgens mij ga je het niet lekker vinden. Drink maar. Ik ben meteen wat proefkonijn. Het stinkt echt naar voet. Nou, jij overdrijft zwaar. Er kan nooit iets in dat zo vies is. Wat vind jij vies aan? Oh, wacht eens op je snel iets anders. Nou even een normaal mens die een drankje proeft. Deze is altijd zo overdreven in dingen proeven.
Hier zit in, dit is trouwens helemaal keto-proof. Hier zit in frambozen, blueberries, kokosmelk en water. Eigenlijk helemaal niks bijzonders als wat we wel mogen. Ik ga het proeven. Ik vind het eigenlijk niet goor. Maar weet je wat raar is? De combinatie van kokosmelk en dat zure van framboos of zo. Ik geef je 50 euro als je dat ik moet niet. Oké, ik ga daarvoor. Ik ga het echt denken. Zo. Nee, maar ik kan het nooit. Kijk, dan kan je zo'n halve liter bijna. Eerlijk van de eerlijk, ik voel het niet lekker. Eerlijk van de eerlijk. Het was echt niet lekker. Net zo even gefilmd. Vond je het niet lekker? Wat ben je nou aan het doen? Hè? Vond je het niet lekker, jouw smolte botte? Hè? Vond je het niet lekker? Fake ass bitch. Wij hebben even last. Wat ben jij nou, Nessie? Last minute even bepaald dat we naar de gym gaan. Want ik had het erop dat ik best wel tevreden ben. Ook mijn lichaam alleen, het moet allemaal wel wat strakker. En toen heb ik besloten. Toen hebben we besloten naar de gym te gaan. Je bent echt zo irritant. Dus ik ga even snel mijn sportschoenen aan en dan gaan we vertrekken. Fucking hell! Ik ben net thuis van trainen. Ik ben letterlijk dood gegaan. Erg waar, man oh man. Ik moest bijna kotsen, ik moest bijna huilen. Wat? Rot op! Rot op! Oh, het was echt zo shit gewoon. Beetje pussy, hè? Ik wil echt nooit meer gaan. Beetje pussy. Oh, ik ben niet meer. Oh, ik wil zo graag naar huis. Ik kan dit niet. Ik ben echt zo blij dat ik in huis ben nu. Ik zag je volgens mij 3 keer bijna huilen. Hij maakt niet eens een grap. Dat is nog erg. Ik kan dit niet. Maar ik ga nu even lekker een warme douche nemen. Oh, lekker. Dan heb ik ergens in en daarna ga ik gewoon lekker fruit eten. Oh, lekker. Heb er echt zin in. En dan, heb je eigenlijk niet verdiend? Jawel, ik heb het wel verdiend. Ik heb bijna 2 uur lopen trainen, rot op man. Ik heb een uurtje getraind. Helemaal niet, het was echt 2 uur. Oh, lekker. Ik ga lekker douchen jongens, ik zie jullie straks. Alles lekker. Oh, lekker. Oh, ik zit lekker op de bank. En ik ga nu mijn laatste snackjes eten. Ik heb er echt zoveel zin in.